Expeditie Oost. Een hele goedemorgen expeditie, vrienden. Overijssel wordt wel de tuin van Nederland genoemd. En het mooie van de tuin van Nederland is dat er allerlei subtuintjes zijn. En die subtuintjes die zijn voor een gedeelte open dit weekend. Zoals hier in Delden, de tuin van Olga van Ekelenburg. En Olga, dat is echt, nou ja, als je over passie hebt en tuinen, dan is Olga daar een exponent van, een voorbeeld van. Druk aan het vroeten hier in de grond, nieuwe planten aan het planten. Want daarom heten ze ook planten. Olga, ik ga je even storen. Ja, hallo, hallo. Mag. Hi. Hey, dit wat hallo. We om ons heen zien. Ik vind het paradijs. Komt allemaal van jou. Ja, ja. Dat klopt. Dat heb ik er allemaal eigenhandig in gezet. Er is geen vreemde hand uit de pas gekomen. En ik noemde net al het woord passie. Dat is terecht, want jij hebt meer dan een passie voor tuin. Hoe mag ik dat zeggen? Nou, een passie net zoals andere mensen die met de Rondje Tuin in Twente ook bezig zijn. Ja, want dat is het allemaal. Dit weekend Rondje Tuin in Twente. Dan kun je allerlei tuinen komen bezichtigen eigenlijk. En ook deze tuin is dan opengesteld. En dan mag je je levenswerk laten zien. Hoe mooi is dat? Is hartstikke leuk. Ja? Ja. Ja, het is gewoon leuk om dat met andere mensen te delen. En, en vooral ook, ik zie het ook wel een beetje als aansporing voor mensen om... kom kijken, laat je inspireren en je hoeft het niet te doen zoals wij het doen. Zoals alle andere mensen van Rondje Tuin in Twente. Sommige mensen zitten zich eraan vergapen en die denken van, dat kan ik nooit voor elkaar krijgen. Maar we hebben ooit al eens van iemand gehoord die zei, achter elk huis ligt de mooiste tuin. En, dat klopt hier wel zeker. maar dat gevoel moet je ook krijgen als je thuis komt. Dat is toch fantastisch als je denkt van, ik heb daar een mooie tuin. Als ik thuis kom, dan kijk ik naar mijn eigen tuin en denk, daar had ik wel iets mooier gekund. Oh nee, maar zo, dat is absoluut niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je als je hier komt en in de andere tuin, dat je lekker geniet en kijkt. En ook eens kijkt van, die plant vind ik wel mooi, die zou wel bij mij passen. Of die creatie, of die combinatie. Het geheel. En jij geeft dan ook dit weekend allerlei tips en trucs voor mensen die als daar mensen vragen erom over hebben. Vragen, is trouwens wel leuk over jou, Olga, want we spraken van tevoren even met elkaar. Ja. En toen zei je, zoveel jaar geleden, toen kwam mijn vader hier het gras maaien. Nee, want wist ik veel hoe dat allemaal moest. Niet hier, maar in ieder geval bij jou het gras maaien. Ja. En van plantjes had je ook helemaal geen verstand, interesseerde je ook helemaal niet. Nee. Het gekke is dat het pas hier is gekomen. Op een gegeven moment ben ik daarmee begonnen, omdat er anders regelmatig een hovenier moest komen. En ik ben toch ook wel iemand van het zelf doen, het zelf onderhouden. En toen dacht je, stop eens een keer een plantje in de grond, kijken wat er gebeurt. En waar dat toe geleid heeft. Dat klopt. Maar toen we hier kwamen, ben ik wel direct gaan kijken naar allerlei tuinbladen. Ik ben heel snel toen lid geworden van Groei en Bloei. En op dat moment gaat er toch wel een wereld voor Aldoende je open. Leert men, Aldoende leert men, zeg je dan. Hè? En het mooie is dat je ook ton sur ton heet dat. Hè? Dat je allerlei kleuren bij elkaar hebt gedaan. En allerlei prachtige aparte bordertjes hebt gecreëerd. Dus, ik ben zelf een tuinliefhebber. Ik vind het heerlijk. Dat is heel mooi. Ja, ik vind het heerlijk. Fijn. Dat is altijd leuk. Zul je zelf ook vinden? Heb je ook nog wel eens tijd om gewoon eens even lekker met een wijntje in je eigen tuin te zitten? Of ben je altijd in het werk? Jawel. Nee, dat is meestal het eind van de week of zo, als het er zo eens even naar komt. Nou, en bijvoorbeeld zoals zaterdagavond en zondagavond, als het dan druk is geweest. En dan is het heerlijk om even na te zitten. En dan zijn er soms nog mensen die dan ook nog even blijven hangen. En dat vind ik zo gezellig. Ja. Dat is echt heel erg leuk. Die blijven heerlijk lang daar op het terras zitten. Want zo moet de tuin toch ook zijn? Je moet er nog niet altijd in route zijn. Af en toe moet je er wel even lekker van kunnen genieten, toch? Ja, maar weet je, genieten doe je aldoende als je aan het werk bent. Dan als je, of aan het werk eigenlijk is geen werken. Maar als je bezig bent in je tuin, dan geniet je al. Je doet de energie weer op. Je laat je weer op. Als het soms heb je wel eens periodes dat het allemaal even wat minder leuk is. En dan ga je gewoon lekker je tuin in en dan is het weer helemaal... Klinkt als een soort therapie. Ja, toch ook wel. Ja. De tuin van Olga, die heel toepasselijk All Garden heet, is dit weekend opengesteld. Dat allemaal natuurlijk in het kader van... Rondje Tuin in Twente. Rondje Tuin in Twente. En u kunt er natuurlijk ook bezoeken. Niet alleen in Delden trouwens hoor, maar ook in Albergen, overal in Twente. Wil je weten waar, dan kun je kijken op overuit.nl. Staat allemaal keurig op een rijtje beschreven waar je naartoe kunt en welke prachtige paradijsjes je kunt bezitten. Maar dit dus even speciaal uitgelicht voor het weekend al. All Garden in Delden. Expeditie Oost!